Wat kan een familieopstelling betekenen voor jouw financiële situatie? Soms lijkt het alsof je gewoon pech hebt. Dat het alsmaar zo is dat je in financiële problemen komt. En op bewust niveau is dat ook zo. Omdat de verstrikkingen vanuit het familiesysteem, die er vaak aan ten grondslag kunnen liggen, niet bereikbaar zijn vanuit het bewustzijn. Dat zijn altijd onbewuste processen. En je zult je afvragen hoe. Kan mijn financiële situatie nu te maken hebben met verstrikkingen binnen het familiesysteem? En wat ik in de familieopstellingen die ik geef zie, kan dat vanuit hele verschillende invalshoeken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een familielid van jou, en dat kan ook generaties terug zijn, niet gezien of erkend is in de armoede die dat familielid had. Dat kan zijn armoede in de oorlog, dat kan ook zijn armoede door een faillissement, dat kan zijn armoede doordat bijvoorbeeld de boerderij is afgebrand. Of armoede van een vrouw omdat haar echtgenoot, die zorgde voor het inkomen, overleed. En als deze persoon daarin niet gezien en erkend is, dan is het zo dat een familielid in een latere generatie dezelfde situatie gaat creëren, dus zich zo gaat gedragen. Dat hij ook in een situatie komt van armoede, uit loyaliteit aan dat eerdere familielid. Uit liefde voor dat eerdere familielid. Vanuit een poging in de eigen situatie, door die eigen situatie te creëren, dat familielid alsnog zichtbaar te maken. Dat is iets wat onbewust gebeurt. Wat proefondervindelijk is gevonden dat deze dingen onbewust gebeuren, omdat iedereen in het universum gezien wil worden en erkend wil worden. Dat blijkt een soort natuurwet te zijn. En daarbij leidt een latere generatie aan iets wat in een vorige generatie nog niet is opgelost, of opgelost in de zin van erkenning heeft gekregen. En in zo'n familieopstelling, dan wordt dat zichtbaar. Je hoeft niet eens te weten van welke generatie deze persoon is, maar je ziet die persoon, je erkent die persoon, je ziet het lot van die persoon. En dat geeft de erkenning en de vreugde van het gezien worden bij die persoon die nodig was. En dan zie ik eigenlijk altijd gebeuren dat die persoon het eigen lot wil dragen. Dat hij niet wil dat jij dat lot draagt. En ben jij ervan bevrijd? En dat voelt dan vaak als een opluchting of dat er een last van je schouders valt. En het kan ook weer nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. Want er is natuurlijk ook iets voor nodig om te zorgen dat je voldoende geld hebt. Dus het wil niet zeggen dat dan alle obstakels uit de weg zijn geruimd. Van om dat te bereiken, maar daar komt dan een andere, je energie komt vrij daarvoor.
Het kan ook zijn dat in jouw familiesysteem er onrechtmatig geld is toegeëigend. Dat anderen benadeeld zijn door een familielid in jouw systeem. Dat anderen financieel benadeeld zijn. Dat anderen rijker zijn geworden over de rug van een ander heen. En dan kan het zijn dat jij je identificeert, onbewust, uit loyaliteit, met degene aan wie nadeel is berokkend. Om die alsnog zichtbaar te maken. Dat was dan iets wat in jouw familiesysteem niet gezien wilde worden, wat de ander is aangedaan. En jij representeert dan die persoon of die personen die financieel nadeel hebben gehad van iets wat iemand of meerdere personen uit jouw familiesysteem hebben berokkend. Het kan ook zijn dat je sowieso onbewust loyaal bent aan een persoon die niet gezien is en erkend is en die ook arm was, die ook weinig geld had. Dus er kunnen heel veel verschillende redenen zijn. Het kan ook zijn dat er een verstrikking is binnen je familiesysteem, waarbij jij loyaal bent aan iemand die niet gelukkig was. Dat kan ook een van je ouders zijn. En dat je genoeg geld hebben associeert met gelukkiger zijn dan mijn ouders. En dat je niet gelukkiger wil zijn dan je ouders, omdat je dan bang bent, onbewust, om je ouders te verliezen. Als jij het beter zou hebben dan hen, als jij het in financieel opzicht, in opzicht van het een comfortabel leven leiden, als je daarin gelukkiger zou zijn dan zij. Mocht je hiernaar willen kijken, naar wat een familieopstelling jou kan brengen in jouw financiële situatie, dan ben je van harte welkom voor een opstelling. Dat kan bij mij thuis in Eindhoven, een individuele opstelling, of het kan via Zoom. Ik geef ook familieopstellingen dagen. Daarbij is het zo dat ik vooraf niet bepaal wie aan het eigen thema werkt. Maar op zo'n dag is in wezen ieders thema ook jouw thema. Meer informatie over de familieopstellingen die ik geef vind je in een link in de beschrijving onder dit filmpje, waarin ik verwijs naar die pagina van mijn website. En ik heb ook een link opgenomen naar de playlist van mijn YouTube-kanaal met filmpjes die ik gemaakt heb over familieopstellingen.